Leuk dat u in grote getale bent gekomen voor de opening van Miauw, 25 jaar Francine's katten. En een betere dag hadden we niet kunnen bedenken, want het is vandaag Dierendag. En zoals u zult zien, we doen de katten alle eer aan. In het bijzonder heten we welkom Francine en haar man Bram, familie en vrienden. De mensen van Orange, Jumbo, Cosmos en ons collega-museum in Hattem, het Voerman-museum. En u allemaal natuurlijk. De opening van deze tentoonstelling die gebeurt op een speciale manier. Marjolle Groenewoud, journaliste van de Stentor en al jaren een goede bekende van het Anton Pieck Museum, die zal Francine interviewen. Ik wil alleen wel even weten, er zijn natuurlijk heel veel kattenliefhebbers en liefhebbers van Francine en van de tekeningen van Francine. Zijn er ook mensen die niet zoveel met katten hebben, die een beetje hekel aan katten? Waar? Oh, hij zegt maar wat. Zijn ze hier? Zijn ze, durven ze hier te zeggen? Waarom? Ja, wie durft het hardop te zeggen? Niemand? Allemaal kattenliefhebbers. Hey, je hangt nu prachtig hierboven in jouw werk in Hattem. Er hangt echt heel veel. En ik vond het verrassend dat jij Hattem al goed kende vanuit jouw jeugd. Kun je daar iets over vertellen? Nou, professor Lou de Jong, jullie allemaal wel bekend, die had hier een tweede huis in Hattem, een soort zomerhuis. En mijn moeder was bevriend met hem en met zijn vrouw vooral. En toen werden wij vaak uitgenodigd om hier op vakantie te komen. Dus mijn dicht bij Molenkaat, ja, je keek zo uit op die heuvel daar naar het bos. En het was een prachtige plek. En voor mij is Hattem dus altijd vakantie. En de IJssel, dus vakantie. Zwolle, vakantie. Wisten wij. Nee, want Anton Pieck is dat ook vaak verweten, dat hij commercieel was met zijn ansichtkaarten. Jij hebt je prachtige kalenders met poezen en katten. Dat je dus kiest voor de commercie of voor het grote publiek, dat is in kunstkringen blijkbaar, zeker toen, in die tijd, was dat not done. Nee. En hoe ging je daarmee om? Hoe heb je dat toch doorgezet? Ja, ik vind het heel prettig om een opdracht te hebben en die dan te maken. Ik ben niet zo van zelf dingen voorzien en ik hou van de gebondenheid van een opdracht. Iemand wil graag iets hebben, ik probeer dat vorm te geven en dan is het klaar, ik word ervoor betaald en dan is het klaar en op naar de volgende opdracht. En dat, die vastigheid, die duidelijkheid van zo'n opdracht. Dat mensen zitten dus te wachten op dat werk. Ja, wil en dat, graag dat vind hebben. Ik prettiger dan. Ik heb niet allemaal van die beelden. Dus als het gaat om jouw fantasie en om wat je zelf allemaal mooi vindt, daar zit het publiek dan niet op te wachten of zo? Is dat het? Dat weet ik niet. Of ze daar niet. Het zou heel anders zijn, denk ik. Ik zou bijvoorbeeld heel graag portretten willen maken. En, van mensen? Van mensen. Maar nu heb je mooie kattenportretten. Ja, van mensen. Ja. Ja. En waarom zou je dat? Want ik vroeg haar eerder deze week van, ben je niet een keer klaar met die katten? Of dat je af en toe denkt, nu even geen kat alsjeblieft. Wat zei je toen? Af en toe wel, ja. Ja, en ik zou wel graag ook weer, ik kan meer dan katten tekenen. En op een gegeven moment is het dan heel beperkt wat ik doe. Maar ik zou ook wel heel graag weer, portretten. Ik ben ooit begonnen met mijn kleurpotloden, dat was vroeger op de academie. Werd dat materiaal niet serieus genomen, dat was voor kleuters in kleurpotloden, dat was niet voor een kunstenaar, nee, echt niet, nee, dat, en nog steeds niet natuurlijk. Ja. Maar jij zei wel, die opdrachten fijn, die vind ik, dat wil ik graag, maar deadlines vond je iets vreselijks? Nou, vreselijk, nee. Of je was blij dat je er af was? Nou, het was ook maar goed dat ze er waren, want anders deed ik niks. Oké. Okay. Dus dan moet ik me voorstellen dat Margriet elke week belde van, waar blijft het? Ja. Ja, ja. Ik ben zo iemand die echt tegen de deadline aanwerkt. Je hebt van die mensen zoals mijn dochter, die en daar zit ze, die fantastisch, ook journalist, die altijd op tijd werkt, altijd, en ik was altijd te laat. Je hebt zelf ook het idee dat het publiek dat nog ziet als, niet als kunst, maar als, want nu hangt het in een museum ook. Je hebt eerder in het Stedelijk Zwolle gehangen, heb ik gehoord.
Heb je dan pas als het in een museum hangt dat het dan wat meer opgetild wordt dan alleen in een tijdschrift? Of moet dat niet uitmaken? Nou, het zou wat mij betreft niet uit moeten maken, nee. Nee. Nee, ik vind het wel heel leuk dat het hier is en door veel mensen bekeken kan worden. Want de originele zie je anders natuurlijk nooit. Nee. Dit is dé manier om de originele te bekijken. En ja, die verliezen altijd in druk. Altijd. Dus het is toch heel anders als je een tekening echt voor je neus ziet. En dat is met schilderijen natuurlijk ook zo. Of dat je een reproductie ziet. Het is gewoon veel fijner om het ook in het echt te zien. Mijn naam is Morgen van der Belt en ik ben sinds 2 jaar agent van Francine. En u begrijpt wel dat het voor ons kantoor Orange Licensing geweldig is om Francine en haar werk te mogen vertegenwoordigen. Maar ik sta hier vanwege een andere feestelijke happening in het jubileumjaar van Francine. Want er is dit jaar een fotowedstrijd georganiseerd door Let's Place in samenwerking met PostNL. Mensen zijn opgeroepen om mooiste kattenfoto op te sturen. En van de winnende kat, van de winnende foto, zou Francine dan een speciale, echte Francine van Westering maken. Dus de winnende kat zou getekend worden door Francine. En dat is op zich natuurlijk al een geweldige prijs. Maar nog mooier is dat PostNL beloofde om van die tekening een postzegel te maken. Nou, wat wil je nou nog meer? Je eigen kat op een postzegel. En nou, daar hebben heel veel mensen op gereageerd. Ik dacht dat jij bijna duizend ja. Foto's hebt gekregen. Dus het was geen eenvoudige opgave voor het hoofdjurylid om de winnende kat te kiezen. Maar het is gelukt. En de winnares van die tekenwedstrijd zit in ons midden. Dat is... Joy. Joy. Roosters. En zij heeft gewonnen met haar kat Mitsu. En misschien kan jij naar voren komen, want Francine wil heel graag jou de tekening overhandigen. Ja. Hij zit nog in de kast. Oké. Kom maar voor hier. Nou, toch vooruit zou ik zeggen. Dankjewel. Pak papier. Ja, spannend. Pak je het helpen? Ja. Ja, super mooi. Super bedankt, hartstikke mooi. Echt een feest. Nou, en dan zijn we er nog niet, want er is ook nog een postzegel. En helaas kon de directeur van PostNL zelf niet komen, want het is in China, dus dat is toch iets te ver. En nou, aan mij de fijne eer om vandaag de eerste officiële postzegel te overhandigen aan Francine. Het is ook een bijzondere postzegel, hè? Het is een zeer bijzondere postzegel, want er zit een appje op. Als je hem, scant, dan gaat hij miauwen. Heel bijzonder. Dus dit is de eerste officiële postzegel. En ja, voor wie is die anders dan Francine? Ja! Ja, het is echt dezelfde. En dan voor Joy het eerste officiële postsetje. Want de postzegels is in alle PostNL-filialen te krijgen. Super. Dankjewel. Alsjeblieft. Gefeliciteerd.